Wat voor een type is dat hier? Dat is een fanboy. Iets speciaal, heb ik de indruk? Ja, dat is in mijn ogen de motorfiets dat is die de meeste nostalgie en jeugdroom oproept bij het groot publiek, dus ook bij het ouder publiek. En ik ben zelf ook op zoek naar het wereldje achter de motorrijders. Waar zijn die jongens mee bezig? Ik zie vaak in de zomer soms hele groepen mensen met zware motoren op de autoweg rijden, een beetje de autoweg domineren ook. Ja. Ik vraag me af wat er in die mensen omgaat, waarmee zij bezig zijn, waarom zij vaak zo fanatiek ook met de motor bezig zijn. Ik denk toch een speciaal wereldje is, hè? Ja. Dan moet je zelf de motor voor hebben en zelf het motorrijden ervaren om daar te kunnen over meespreken. Dat kun je moeilijk als je zelf mee in de motor rijdt. Wat mij eigenlijk het meest intrigeert zijn een beetje de zware jongens die je vaak ziet rondrijden. Echte bikers, zal ik maar zeggen. Hè? Die toch een beetje de automobilisten schrik inboezemen. Ja. Althans, zij stralen dat een beetje uit. Hè? Bij valavond is een jong leven van ons heen gegaan door een tragisch ongeval. De jonge heer Dirk Daze, geboren te Zelzaten op 30 mei 1973. Lid van de motorclub The Survivors, de overlevende. Samen met Ronnie, president van de motorclub The Survivors, en Willy, president van de motorclub De Ronkers, brengen tientallen motorrijders een laatste groet aan de op 18-jarige leeftijd verongelukte survivor. De motorclub De Oude Belgen, de motorclub De Coast Riders, de motorclubs De Ronkers, De Survivors, De Gravediggers, Rough Speed en vele anderen zijn de gasten op het motortreffen te Moorsel, georganiseerd door de plaatselijke motorclub De Dolda Boys. Heel de zomer lang, ieder weekend ontmoeten de bikers elkaar op zogenaamde treffens. Ergens in hun weide strijken ze neer, slaan ze hun tentje op en gedurende 2 of 3 dagen leven ze hun eigen leven. Ver van de maatschappij, van de burgermannetjes en vrouwtjes. Let it away, flop. Nee, kom erbij. Dit is volgens mij 7 hectare. Omdraai.
De motorrijder die heeft een ganz ander gevoel van leven tegenover een normale burger, dus een ander gevoel van vrijheid en zo. Bij mij in Kolken, ik ben geboren in Kolken, het is een klein dorpje. Dat bekijken ze mij waarschijnlijk allemaal als een achterlijke of zo. Maar ik bekijk dan de jongens die bij mij in school gezeten hebben als achterlijke, want die zijn er 40 jaar. Die rijden ermee kindervoertuigen, die hebben een eigen huis en zo, maar die komen niet buiten. Ze zijn één keer in het jaar en wij zijn alle weken weg. We leren andere mensen kennen, we doen wat we willen, we gaan wat we willen. Dat zit in het bloed. Hè. De ene na puberteit, na jeugd, kiest een deftig leven voor de maatschappij. De andere kiest voor iets anders. Ja. De manier van leven. We moeten in zitten. Welk werk doe je? Wat is jouw werk? Ovenbouw. Zwaar werk? Ja, zwaar werk. Is het om ook eens uit te leven, zodat je dan in het weekend... Ja, ja. En is de sfeer anders dan gewoon uit te gaan? Ja, natuurlijk. Hè. Moederbad, dat vind je nergens niet. Hè. Dus en zo, kameraden die al aan elkaar hangen, vind je nergens niet. Bikers have more fun than other people. Schijnt zo, hè? En is dat zo? Ja. Waarom hebben ze meer fun in welke zin? Kun je dat uitleggen? Vriendschappen, kameraadschappen. Ja. Ja. Moet je zelf maken, hè? Ja. Kameraadschappen. En komen die kameraadschap komt dan de bier, hè. Dan werd je automatisch kameraad. Drink de samen in. In een dansing moet je niet komen met een ploeg, motorrijders. Zo, en daar gaan we ook nooit niet in. Ze wagen de liever motortreffers gelijk deze. Die motor, is dat een juweeltje, zie ik? Ja, die is aangepast. Ik heb in een tijd een hand verloren. Met een motor. Met een motor. Dus bij mij is die volledig aangepast. Wettelijk aangepast. Dus ambriaas is dus rechts gezet. De gaas ook rechts. De pink is rechts. De vijfraan is rechts. En ik bol terug. Zo. En je kunt gemakkelijk, met, ondanks je handicap, met die motor rijden? Ja. Hé, hey, Jenny! Hé, hey, nee! Ah! Waar is hij? Nee, joh. Nou, ik werk in een autofabriek. En wat vinden jouw collega's daarvan dat je bij zo'n motorclub bent? Oh, ze zeggen er niks van. Ketting werk ik weinig contact met de collega's. Het is een groot fabriek. Dus. Het is allemaal een nummer al. Dus. En in het weekend, waar je vrij bent, dan ga je een beetje uitleven. Ja. Heb je dat nodig? Dat wel. Ik vind als je een heel lekker werk hebt. Weekend geen tuin gaan. Ja, als je uitgaat, dat is iedere week hetzelfde. Nee, moet je niet heen gaan, omdat als je in een discotheek binnengaat, dat is een goede poluit, dat duwt toch, dat stoompen. En hij een braas. Hier kun je rondlopen, pinnen, zaap en... Hai. Motortreffens in Vlaanderen, in Nederland, in Duitsland of in Engeland, het scenario is ongeveer gelijk. Je hoort erbij of je hoort er niet bij. Ze hebben hun eigen code, hun eigen leefwereld. En bikers have more fun than other people. Hallo. Hallo. Hey, Alex. Hey. Hier, je moet naar mij zijn, jongen. Kom. Daar we bij aan die, jongen. Stoere jongens onder elkaar, macho's en vrouwen die daarop kicken. Tatoeages, bier en zware motoren, dat is het echte leven. Kunt u zeggen van welke club dat u lid bent? MC de Oude Bel van Kortrijk. Ons
ons lokaal is Boetgild Saloon, nummer 14. Koen rijdt al jarenlang met dezelfde Japanse toerismemotor, maar zoals de meeste bikers droomt hij van een echte Amerikaanse Harley Davidson. Voorlopig een onbetaalbare droom. Koen is een kind van een doodgewone middelklasfamilie. Hij woont nog bij zijn ouders en hij heeft thuis een heel gewone jongenskamer. Vader en moeder vinden de hobby van Koen niet zo leuk. Wanneer hij een normaal pak en das zou willen dragen, krijgt hij een Porsche van zijn ouders. Koen is dus lid van de Kortrijkse motorclub De Oude Belgen. In hun clubhuis, de Boothill Saloon, kunnen ze ongestoord zichzelf zijn. Je komt er als het ware binnen in een andere wereld. Ja, maar dat is wel. De beest had dan, ja, dat noemde zo, maar bij ons is dat normaal doen. Hoe ver ga je daarin bijvoorbeeld? Hoe ver ga je daarin? Wat gebeurt er dan? Goh ja, we drinken weinig in een liter, we drinken weinig in 5 liter. Dat is te zien of we drinken een keer uit een vaas of zo, ja, zulke dingen. Zo. Je pint over iemand zijn kop kappen? Oh, dat. Zonder dat probleem? Oh, dat gebeurt veel. Ja. We hebben bij van de week, ik heb met een mot in Kortrijk in een gewoon spel geweest, dus een taverne. En we hebben daar een crème geweest eten. En ze stond aan de raam, als je het hopelijk vond dat wees. We hadden er een ambulance geweest eten. En ze stond aan de raam te laten. Dus, allee, wat komt dat hier nou doen? Ja, huur het eens, ja. Oudere meisje. Nee, kijk. En dan, wat veel vesten. Nee, kijk. En die gasten, ze kunnen nog crème kopen. Dus, ja. Klaak je er al mee. Kook ik overal. En we dan ze zeggen, ja, we moeten niet beelden dat we allemaal first. We maken er geen spel over. Dit is Ronkers Place, de thuishaven van de motorclub De Ronkers, het terrein van president Willy. Hier komt niemand binnen zonder zijn goedkeuring. Want bij motorclubs als deze, een beetje geïnspireerd op de beruchte Amerikaanse Hells Angels, is de president, de leider, de chef, de inspirator van de gewone Ronkers. Maar wie de gast is van de president, wordt goed ontvangen. Ieder lid van de Ronkers draagt op de rugzijde van zijn jak het embleem, de kleuren, de colors, het symbool van de club. Het teken ook dat men lid is en zich kan inleven in het soms vreemde gedachtengoed. Dat men dezelfde tekens en symbolen respecteert. Dat men deel uitmaakt van een gesloten en soms verborgen wereldje. Ik zie dat u hier in het clubhuis zo'n crypte hebt. Wat is daar de bedoeling van? Een
begrip. Ja, dus eerst hebben we al onze bekers, dat zijn onze trofeeën die we gewonnen hebben in de loop van die avond. Ja. Doodskist ook. Kunnen we daar even binnen gaan? Ja, zeker. Een doodskist, veel doodshoofden, schedels, symbolen van de dood. Is het zo dat een motorrijder ergens een relatie heeft met de dood? Ja, iedere dag wordt geconfronteerd met de dood. Hè. Als motorrijder je bent niet beschermd. Je zit volledig vrij op. Op de keizer. Het minste dat je tegenkomt, zijn je gekwetst. Dus zeker als je tegen 30, 40 per uur met een auto ergens tegenaan rijdt. Is uw auto ineengestart of weet ik veel, maar jij zelf gaat er weinig van ondervinden tegenover mijn motor. Als je ergens tegenaan rijdt, tegen 30, 40 per uur, dan weet je niet hoe dat er gaat uitkomen. Die symbolen, de South will rise again, de vlag van de zuiden van de Verenigde Staten, White Power, Ku Klux Klan. Dit is de vlag van de Zuiderlingen. Iedereen kent de geschiedenis. Noord-Amerika tegen Zuid-Amerika voor de bevrijding van de slaven en zo. Dus, de Zuiderlingen waren voor de slavernij, tegen de negers. Voor de slavernij, ja, inderdaad. En u voelt zich daarmee verwant? Ik voel mij ermee verwant, ja. Ik vind het spijtig dat de Zuiderlingen verloren hebben in de tijd. Ja, kijk, ons Nadol heeft ook verloren. Dus. U bent voor de slavernij van de zwarte? Ja, absoluut, ja. Als in de tijd Hitler nog geleefd had, hadden al die vreemdelingen hier niet binnen gezeten. Dat is mijn standpunt. U durft zonder enig probleem een hakenkruis symbool dragen, zo White Power, foto's van Hitler, u durft dat zonder enig probleem ja, daar geen te dragen? Probleem, ja. Waarom niet? Krijgt u daar nooit moeilijkheden mee met mensen die daar tegen zijn? Er zijn al problemen geweest, maar kijk, ofwel verandert die kerel dan van mening, ofwel is dat een klein opschuddingskrijger. Dat kan gebeuren. Ik heb hier een kabel uit 40 geruimd. Het werkt goed, hè, morgen? Ja, wat zijn we? Maar dan gaan ze zo van een koppel, man. Oh, verdomme. Je bent vier bijna stopgoeds rijden, hè. Gewoon nog huis drogen en brrrrt, dan weer weg. Ik zie er ook veel jonge mensen bij, zijn jonge meisjes ook. Ja, inderdaad. Kijk, een van die jonge meisjes, zelfs dat Voske erin met die sproetjes, dat is mijn vriendinneke, hè. Aha, kunt u ons even voorstellen? Jazeker. Annick, kom een keer bij mij. Ja, dat is goed. Ook kan ik veel. Ja, kom een keer bij mij. Kijk, dit is mijn vriendin. Wat staan dat? Is Annick's kind? Ja. Veronique. Dag Veronique, hè, kijk. Je bent ook lid van de club, of niet? Ja, ook een... Ook een ronker of... Een ronkertje. Momenteel is ze pas duo van mij. Hè. Maar de bedoeling is wel, ze is nu voor haar rijwijs aan het gaan. Ze is maar 18 jaar. Hè. Ze is voor haar rijwijs aan het gaan, voor de auto eerst en vooral. Dus vooral als ik dan dronken ben, dat ze mij kan rondvoeren. En dan tweede episode. Dus ik hoop dat ze binnen een paar maanden met een motor gaat rondrijden.